Yo mensen van Doemergamen, tof dat jullie allemaal kijken naar deze nieuwe vlogvideo. En inderdaad, hij is weer om 8:30, terwijl hij er eigenlijk al om 5 uur zou moeten zijn. Dat komt erdoor omdat ik weer zo dom ben geweest om het een soort van te vergeten. Ik had het niet echt vergeten noemen, want ik was midden in de opnames met een vriend. We hebben wat opnames gedaan voor Doemergamen. En die opnames waren belangrijker dan één vlog. Dat kan ik jullie vertellen. Meer kan ik niet vertellen, want het is nog een beetje geheim. Maar I don't care. Ik wou jullie gewoon nog even vertellen dat ik toch nog een vlog wil maken. Want ik vind het wel zo eerlijk als ik jullie gisteren heb jullie verteld dat ik dagelijks wou vloggen op Doemergamen. En als ik het dan op eens al stop na één dag, dat zou een beetje stom zijn. Dus er is toch nog een vlog hier op 8:30 op Doemergamen. Wat eigenlijk de bedoeling zou moeten zijn, is dat ik om 5 uur deze video zou moeten uploaden. Dus ik wil eigenlijk zo dat er om 3 uur een willekeurige video zou komen, 5 uur een vlog en 7 uur Survival Island. Dat is eigenlijk hoe ik het zou willen hebben. Alleen ik ben dus vandaag vergeten om de video te maken voor 5 uur en dan om 5 uur te uploaden. Er is geen overbelichting, tenminste niet heel erg. Pardon, boetje. Het zou er misschien wel een beetje zijn, maar het is dus niet heel erg. Dat vind ik sowieso wel een heel stuk fijner. Alleen, ja, het is er dus nog wel een beetje. Dat komt erdoor omdat het nu pas fucking 5:06 is, maar dat het buiten toch al donker is. En dat is gewoon retarded. Ik bedoel, sommige mensen die gaan in het donker naar school en die komen in het donker thuis. Dat is gewoon kut. Ik bedoel, ik mag al heel erg blij zijn dat ik tot 6e school heb. Ik weet dat sommige mensen tot 8e of 9e hebben. Ik bedoel, dat is insane. Ik zou dat gewoon niet uithouden om zo lang nog in de klas te moeten blijven zitten. Dan moet ik wel vertellen dat ik het best wel kan, maar dat ik wel fucking moest zijn. Dat zou ook heel erg vervelend zijn voor mijn video's. Stel voor, ik zou het 8e uit zijn, om 4 uur dus. Ik kom thuis, dan moet ik huiswerk maken, dan moet ik eten. En dan is het 7 uur, dan is het donker, dan gaat mijn zusje boven. En dan zitten mijn ouders misschien wel boven. Dan is het heel moeilijk om nog een video te maken. Dus ik mag echt super dankbaar zijn dat ik zo vroeg uit ben van school. Was ik dat niet, dan was ik waarschijnlijk nu hier niet eens vrees om video's voor jullie te maken. Dus daar ben ik echt super blij mee. Weet je, misschien wel een leuke vraag. Wanneer zijn jullie, wat is jullie perfecte rooster? Of ik bedoel, op welke dag zien jullie het vroegst uit in de week? Voor de mensen die dan op het middelbaar zitten. Stel voor je zit op de basisschool, dan weet ik dat je 3:15 uit bent. Maar stel voor je zit op de middelbare school, hoe vaak ben jij hoe vroeg uit? Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Schrijf je in het kort gewoon je rooster. Bijvoorbeeld maandag 14:15, dinsdag 15:00. Snap je? Ik ben wel benieuwd naar jullie rooster. Ik kan, maak me jaloers of maak me juist blij. Want misschien hebben jullie wel roosters tot en met, dan ben ik natuurlijk niet blij. Want ik wil het natuurlijk het beste voor mijn kijkers. Maar jullie snappen wat ik bedoel. In ieder geval, het is op dit moment 6:06 en het is vandaag donderdag. Morgen is het vrijdag. Fuck yeah, dan is het bijna vakantie. Zaterdag heb ik waarschijnlijk een verjaardag of iets. Ik weet niet precies hoe dat zat, dus dat vind ik wel jammer. Maar ja, in ieder geval, voor de rest, heb ik jullie eigenlijk nog wat te vertellen? Ik weet het niet. Voor de rest heb ik natuurlijk al die hijsen van dat Zwarte Pieter gedoe wel meegekregen. Ik durf er mijn mening over te geven, maar ik weet nog niet zo goed wat ik erover moet zeggen. Want, come on, ik bedoel, het is bedoeld voor kleine kinderen, oké? Het is niet bedoeld voor volwassenen. Kijk, wat maakt het nou uit wat volwassenen ervan vinden? Kinderen denken niet zoals volwassenen. Kinderen die denken, Zwarte Piet en Sinterklaas zijn twee gelijke personen die elkaar helpen met het blij maken van kinderen. Wat volwassenen denken maakt niet uit, want volwassenen weten dat het één grote traditie en spel is. En kinderen weten dat niet. Ik bedoel, als ze nou, hoe gaan zij dat uitleggen aan die kinderen als het eenmaal zou afgeschaft worden? En wat moeten ze nou doen? Stel voor, Zwarte Piet zou afgeschaft worden en je zou toch in een Zwarte Pietenpak over straat lopen. Willen ze je dan oppakken? Willen ze je dan een fucking boete geven? Ja, omdat je een fucking Zwarte Pietenpak aan hebt. Ga je mij wijsmaken dat dat de reden is om iemand op te pakken? Ja, hij is opgepakt. Waardoor? Drugs, moord, verkrachting? Nee. Hij had een Zwarte Pietenpak aan. Wat? Hij had een Zwarte Pietenpak aan. En daarom zit hij nu 6 maanden vast. The fuck? Dat is eigenlijk net zo sneu als doodgaan in Minecraft door gravel. Dat komt gewoon op het fucking zelfde neer. Ik weet het niet, maar ik vind het gewoon fucking retarded hoe ze dat hebben bedacht. Maar even serieus mensen, waar ik het ook nog even over wil gaan hebben, is gewoon over het feit dat, stel voor Zwarte Piet zou nu afgeschaft worden. Oké, mij boeit het niet, want het is niet, voor mij maakt het niet uit. Ik bedoel, ik heb nog geen kinderen, ik hoef mijn kinderen dat niet uit te leggen. Ik ben zelf al oud genoeg om te weten dat Sinterklaas inderdaad dat, ja, ik weet niet hoeveel jonge kinderen dit kijken, dus ik ga er niet te veel over zeggen, maar stel voor, Sinterklaas zou nu afgeschaft worden. Hoe de fuck moeilijk zou het zijn om voor al die ouders, om hun kinderen dat uit te gaan leggen? Ja, Zwarte Piet, die hebben sinds kort gedoucht. Dus Zwarte Pieten zullen vanaf nu blank zijn. Die kinderen die snappen dat niet. Die zijn dan juist helemaal gebrainwashed. Van eerst zijn ze met z'n allen zwart en dan komen ze opeens met z'n allen wit. Ik bedoel, of bleek. Dat is toch apart. En over die kinderliedjes. Sinterklaas en Zwarte Piet. We moeten dan zitten. Sinterklaas en Witte Piet. Wat? Ik bedoel, ik bedoel, come on. In Syrië, in Afrika gaan de kinderen dood van de honger. In Syrië worden er elke keer mensen afgeslacht. Kom op, VN. Ga je daarmee bezighouden in plaats van een fucking kindertraditie. Het is een kindertraditie. Het is niet voor volwassenen. Stel voor het zou voor volwassenen zijn. Oké, en de volwassenen zouden erover klagen. Oké, maar ik heb nog nooit een kind horen klagen over racisme tussen Sinterklaas en Zwarte Piet.
the fuck, oké? Ik bedoel, het is een kinder iets en alsjeblieft volwassenen, hou het ermee. En ik weet het ook wel, de meeste mensen die erover zeuren zijn zelf buitenlands. Het is een Nederlandse traditie, ja? Als jij uit het buitenland komt, wat is het voor jou, waar heb jij last van? Ik bedoel, als jij in Nederland komt wonen, dan moet jij genoeg hebben met de Nederlandse tradities, naar mijn mening. Je kunt niet in Nederland komen en dan zeggen van, hey, Sinterklaas, ja, doe dat maar weg. Zou hetzelfde zijn als ik bij een vriend ging logeren en zou zeggen van, hey, ik ben hier nu, hè. Ja, weet je, dat bed, zet dat maar daar neer, dat vind ik fijner. The fuck, weet je. Ik bedoel, als buitenlandse mensen er geen genoegen mee kunnen nemen dat Sinterklaas in het land is, gaan ze toch lekker terug naar hun eigen fucking land. Ik bedoel, wij zijn al zo aardig om ze hier naar binnen te halen en ze asiel te geven, ze werk te geven. What the fuck maakt het dan uit dat er hier één keer in het jaar een paar fucking mensen lopen, blanken lopen, die wat roet op hun gezicht hebben? Oké, het is schmink, maar ik moet roet voor ze. Weet je, ik bedoel, ik geef me nu een keer mijn mening, want er zijn zo enorm veel mensen die mij gevraagd hebben om een mening erover te geven. Mensen die vragen mij echt gewoon elke dag in de reactie van, ja Job, wat is jouw mening over Sinterklaas en Zwarte Piet? Wat is jouw mening over Sinterklaas en Zwarte Piet? Dit is dus mijn mening over Sinterklaas en Zwarte Piet. Of je met me eens bent, weet ik niet. Dat rijmde. Als je het met me eens bent, dan weet ik niet. Misschien wel, misschien niet. Laat het hier beneden weten in de reacties. Voor de mensen die denken waarom mijn webcam soms schreeuwt. Ik zit altijd op twee poten. Is misschien ook wel grappig om het over te hebben. Is dat bij jullie ook zo in de klas dat je soms op je donder krijgt omdat je op twee stoelpoten zit? Ik heb dat super vaak. Want op een of andere manier is het bij mij een soort traditie. Snap je? Dat is wel ironisch, want we hadden het net ook. Nee. Maar bij mij is het zo dat ik automatisch op twee poten gaan leunen. En in de klas hebben wij dus de wiskundeleraar, meneer A, anti-meneer A in de comments, lol. Maar daarvan mag dat dus niet. En ik had het laatste keer dat ik op twee poten zat, zei hij, ga op vier poten. Ik zei, maar ik zit zo lekker, ga op vier poten. Dus ik ging snel op twee poten. Of op vier poten, sorry. En echt één minuut later, voordat ik wist, zat ik weer op twee poten. Toen moest ik me fucking melden omdat mijn stoel op twee poten stond. Insane. Ik bedoel, wat is het stomste waar jullie je voor moesten melden ooit? Laat het hier beneden weten in de comments. Dan heb ik het dus niet over de basisschool waarbij je even naar de juffrouw moet. Maar dan heb ik het echt over de middelbare school. De hard life. Nou, grapje, de middelbare school valt heel erg mee. Alleen, jullie begrijpen wat ik bedoel. Ben ik benieuwd naar. Dus ik ben benieuwd naar jullie mening over Sinterklaas en Zwarte Piet. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Wat jullie stomste keer is dat jullie uit de klas werden gestuurd. En ik ben benieuwd naar jullie rooster. Ik wil zoveel van jullie weten. Ik wil alles van jullie weten. Nee, grapje. Maar ik hoop dat jullie het niet heel erg vinden dat de webcamkwaliteit nu weer een beetje overbelicht, slecht donker, slash apart is. Sorry daarvoor. Ik zie er waarschijnlijk nu ook heel bleek uit. Dat ben ik niet. Maar dat komt dus door het licht wat dan vanaf daar zo recht in mijn face schijnt. Komt daardoor. En morgen komt er dus om 5 uur een vlog. Die zorg ik ervoor dat ik nu opneem als ik uit school kom. En dan is de webcamkwaliteit gewoon beter. Want dan is het licht buiten. Nu is het donker buiten. En dan is het gewoon moeilijker voor mij om te recorden. Dus mensen, bedankt voor het kijken naar deze vlogvideo. Vond je dit nou een leuke vlog? En wil je dit dagelijks? Laat dan even een groen duimpje achter. Halen we de 1000 duimpjes voor weer een epische vlog van mijn Job? Bij de 1000 duimpjes ga ik zondag met Job vloggen. Zal ik dat doen? Of zoiets. Dan ga ik bij de 1000 duimpjes op deze video ga ik samen met Job weer een leuke vlog opnemen. Kijkers, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer bij een nieuwe vlog hier op Noem Gamen. Later.